Als de gemeenteraad groen licht geeft op maandag 12 juli, kan de renovatie van de doorgaande weg vanaf Strabeek richting Sint-Gerlach worden gestart. Bovendien wordt het gedeelte vanaf de Stationsweg tot aan de grens met de gemeente Meerssen ook gerenoveerd. Het stuk na het kombord is enkele jaren geleden heringericht. Voor beide geplande renovaties heeft reeds vorig jaar een inloopmiddag plaatsgevonden. Op dit moment zijn de nutsbedrijven bezig met het saneren van de gas- en waterleidingen. Vanuit de buurt komen met regelmaat vragen wanneer de gemeente gaat beginnen met de reconstructie. Het wegdek wordt steeds slechter en zaken als te hoge snelheid, parkeren en wateroverlast blijven onopgelost. Dan de financiën. Er is nu €871.500 beschikbaar. Echter, de totale reconstructie is geraamd op 4 miljoen. Het college van BNW komt daarmee iets meer dan €3 miljoen tekort. De gemeenteraad wordt nu voorgesteld om dat bedrag van 4 miljoen voor die herinrichting beschikbaar te stellen, zonder dat daar een bijdrage van de provincie Limburg tegenover staat. Het feit dat er nog een nieuw college van gedeputeerde staten gevormd moet worden, is niet handig in deze, schrijven BNW in de kadernota. De gemeenteraad zal maandag 12 juli over het beschikbaar stellen van de financiën een besluit nemen.